Dan, voorzitter, kom ik bij het thema van garanties en risico's. Er zijn vele vragen over gesteld. De hoeveelheid garanties en daarmee ook de risico's voor de Rijksbegroting zijn natuurlijk de afgelopen jaren zeer fors gestegen. Het heeft te maken met een aantal zaken, een aantal crisisgerelateerde zaken. Garanties die wij via Europese noodfondsen geven op leningen aan landen in een programma in Europa. Garanties die wij op verschillende manieren geven aan financiële instellingen. En tenslotte zijn er een aantal regelingen die meer binnenlands zijn, zoals nationale hypotheekgarantie en andere garantstellingen die ook de afgelopen jaren verder zijn toegenomen. Er is vaak gezegd, ook in de Kamer, ook door mijn voorgangers, ja, dat moeten we beheersen. En dat blijkt toch erg lastig te zijn. Ten dele natuurlijk door de crisis, onvermijdelijk. Maar ook op gewoon nationale regelingen blijkt het lastig te zijn om het te beheersen. Sommigen hebben wel eens gezegd, ja, in Nederland hadden we eerst de neiging om alles te beleggen met een subsidie. En nu moet alles worden belegd met een garantie. Er is geen organisatie meer in de semi-collectieve sector of die vraagt om een overheidsgarantie. En ook delen van het bedrijfsleven vragen steeds vaker om garanties van de overheid. We zullen daar echt de klem op moeten zetten. We doen dat, dat formuleren we in de miljoenennota aan de hand van een garantiekader met een aantal elementen daarin. Voor alle nieuwe regelingen en als we bestaande regelingen aanpassen, zullen we een horizonbepaling opnemen. Er zal gelijktijdig, wanneer er een nieuwe regeling komt of regelingen worden verruimd, een versobering moeten plaatsvinden. Of binnen dezelfde regeling op andere punten of in andere regelingen. We kijken naar de mogelijkheid van de afbouw van niet gebruikte ruimte onder plafonds. We kijken naar de mogelijkheden tot versobering van bestaande regelingen. We zullen regelmatig de risicopremies actualiseren. We gaan alle regelingen het komende jaar doorlopen om te kijken, is er een risicopremie en hoe, zo niet, hoe zou die moeten worden vastgesteld. En volgend jaar vindt u dus in alle departementale begrotingen, de begroting 2015 is het dan, een aparte paragraaf waarin per individuele regeling dit zal worden beschreven. Het zal worden beschreven welke ruimte tot versobeling of beperking er is en of er een risicopremie is en hoe die is vastgesteld. Dus dit is een traject, traject wat we nu het komende jaar ingaan met alle departementen. Daarnaast zullen we volgend jaar een nieuwe schokproef doen op de overheidsfinanciën. Om in een aantal scenario's te kijken hoe de overheidsfinanciën, gegeven de risico's en de garanties die nu uitstaan, hoe de overheidsfinanciën daarop zouden reageren. Dan is er meer in het bijzonder gevraagd door de heer Van Heijem, de heer Koolmees, de heer Nijboer, de heer Harbers naar de NHI en overigens ook de NII, geloof ik. De NHI is de Nationale Hypotheekinstelling, waarvan nog niet zeker is of die wordt opgericht. En daar onderscheidt deze zich van de NII, de investeringsinstelling met een bredere opdracht, maar die zelf niet actief op de financiële markten zal zijn. Voor de NII is dat wel voorzien als die zou worden opgericht. En het gaat in de kern om een andere toepassing van bestaande garanties, bestaande nationale hypotheekgaranties. Een andere toepassing in die zin dat het beter aansluit bij institutionele beleggers. Het is dus ook niet vergelijkbaar met Fannie Mae en Freddie Mac. Ik geloof dat de heer Koolmees die vergelijking maakte. Fannie Mae en Freddie Mac voorzagen niet gegarandeerde hypotheken alsnog van een garantie. En hier gaat het om hypotheken die al gegarandeerd zijn onder het NHG. Het NHI. En nogmaals, allemaal onder grote sterretje, als het wordt opgericht, zal pakketten NHG-hypotheken kopen van kredietverstrekkers en financieren door de uitgifte van obligaties. En hiermee kan een omvangrijke en stabiele financiering van de Nederlandse hypotheekmarkt ontstaan, die ook stand houdt in tijden van stress. En daar zit het verschil met andere financieringsinstrumenten. Het is zeer de vraag of de bestaande instrumenten die we op dit vlak hebben in de markt ook benut kunnen worden of nog functioneren in tijden van stress. Maar de NHI zal ook in tijden van stress markttoegang houden. Er is geen sprake van marktverstoring naar ons oordeel. De NHI verbetert de marktwerking door de NHG-garantie op hypotheken transparanter en meer liquide te maken.
Financiering via het NAI moet ook voor elke stabiele hypotheekverstrekker openstaan. Zo kan ook de toetreding tot de Nederlandse hypotheekmarkt aantrekkelijk worden gemaakt voor buitenlandse partijen. En dat bevordert op zichzelf weer de concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt. Een thema waar we hier vaak met elkaar over hebben gesproken. De uitdrukkelijke randvoorwaarde is, en dat is van begin af aan ook zo geweest, dat de risico's voor de staat materieel niet mogen toenemen. Dat is overigens tegelijkertijd ook voor de Europese Commissie een belangrijke toetssteen. Want als het wel zo zou zijn, dan werkt het natuurlijk marktverstorend. En dan zijn we in feite staatssteun aan het leveren door de risico's op ons te nemen. Dus daar waar er risico's zouden toenemen, zullen die zich vertalen in een premieopslag. Om de risico's langs de weg van de premie af te dekken. Overigens bekijkt Europa de staatssteun ook breder. Zij stellen ook de vraag of de hypotheekmarkt in Nederland hierdoor nu voor buitenlandse aanbieders opener of geslotener wordt. Naar onze overtuiging opener. Maar ook daar kijkt de Europese Commissie naar. Het gesprek met de Europese Commissie wordt hierover vervolgd. Wij zullen uw Kamer daar steeds over op de hoogte houden. De NII, de Nationale Investeringsinstelling, of de Netherlands Investment Instelling, ik weet nog niet hoe die gaat heten precies. Heeft een andere rol, veel meer een intermediaire rol. We hebben in de vele gesprekken die al onder mijn voorganger zijn hebben plaatsgevonden onder de titel katshuisgesprekken met institutionele beleggers op tal van deelterreinen het probleem verkend. Wat is nou het probleem? Waarom is het voor institutionele beleggers niet mogelijk of niet aantrekkelijk om op een aantal publieke investeringen mee te doen? Een publieke investering moet je daarbij breed nemen. Dat kan gaan om investeringen in de sociale woningbouw of in de infrastructuur. En uiteindelijk is de analyse dat het veel te maken heeft met het aanbod van het type projecten. De beheersbaarheid in termen van omvang, de beheersbaarheid in termen van risico's. De homogeniteit van het type project. Het is voor institutionele beleggers lastig mee om te gaan, lastig te managen, lastig in te schatten op deze elementen. En de slotconclusie is, laten we nu kijken of een nationale investeringsinstelling waarin overheid, institutionele beleggers, verzekeraars, pensioenfondsen, banken, alle participeren, die intermediaire functie kan vervullen. En daar waar zich grote investeringsbehoefte voordoet, denk aan duurzame energie, de linking pin kan zijn tussen dit type projecten die gefinancierd moeten worden en de institutionele beleggers. De instelling krijgt geen eigen geld, zeg ik op vraag van de heer Harbers. Gaat ook niet zelf de markt op, gaat ook niet zelf uitlenen. Het is een intermediaire instelling. En we gaan zo snel mogelijk ermee van start, zo mogelijk nog voor het einde van het jaar. Meneer Harbers. Ja, voorzitter, ik neem aan dat we dan nu de NII en de NHI hebben gehad. Bij die laatste valt me op dat de minister al wel heel veel dingen vertelt over wat die NHI wel en niet moet doen. Maar ik hou me maar even vast ook aan de eerste zin, dat het nog lang niet zeker is dat die er komt. Ik had in mijn termijn ook gevraagd naar een beoordeling van het initiatief wat NIBC heeft genomen. En waarvan de verwachting is dat ook andere banken met soortgelijke producten komen. En of in dat licht bezien zo'n NHI wel noodzakelijk zou zijn. Omdat de markt blijkbaar zelf ook al verder denkt en verder kijkt hoe hypotheken in de toekomst gefinancierd moeten worden. Ja, voorzitter, ben ik op ingegaan toen ik het had over instrumenten en initiatieven vanuit de markt. Waarbij onze inschatting is dat ook in minder stabiele tijden de financiering via de NHI zal blijven lopen, waar wij diezelfde verwachting niet per se hebben van initiatieven vanuit de markt. Dat zou het verschil kunnen zijn. Die meerwaarde moet zich natuurlijk bewijzen. Ik zit er tamelijk ontspannen in. Als vanuit de markt ook het aanbieden van obligaties op hypotheekpakketten tot stand komt, dan zal er waarschijnlijk weinig animo zijn voor de NHI. Dat zou kunnen. Vooralsnog, hier is lang aan gewerkt. Door verschillende partijen is dit idee ook waardevol gevonden. Die signalen bereiken ons nog steeds. Dus wij vinden nu dat we moeten kijken in overleg en binnen onze randvoorwaarden, in overleg met de Europese Commissie, of we het vorm kunnen geven.
dit soort initiatieven uit de markt kunnen op dit moment er gewoon parallel aan ontstaan. En ook al wanneer het slecht gaat op de markt, hopen we dat deze NHI een meerwaarde behoudt. Meneer Van Dijk. Ja, voorzitter, ik weet niet of de minister klaar is met het blokje garanties. Maar ik had hem nog een vraag willen stellen over de Algemene Rekenkamer die een paar weken geleden naar buiten kwam. Dat Nederland inmiddels voor 201 miljard garant staat voor andere landen en in Europa. Als ik de minister goed beluister, zegt hij van dan moet paal en perk gesteld worden aan die garanties. Dat kan niet verder groeien. Begrijp ik goed dat die 201 miljard, dat het ook het absolute plafond is voor deze minister? Dat er niet weer meer garanties voor andere landen, straks andere banken bijkomen? Nee, voorzitter, we hebben in het stuk wat aan de Kamer is gestuurd het onderscheid gemaakt tussen crisisgerelateerde garanties en de eigen nationale regelingen. Crisisgerelateerde garanties hebben als karaktereigenschap dat ze ontstaan in een crisis. Je kunt wel zeggen, ja, dat is nu klaar, dat doen we niet meer. Maar als wij morgen weer in een grote crisis terecht zouden komen, wat ik absoluut niet verwacht, dan kan het zo zijn dat we als Europese landen gezamenlijk, of Nederland specifiek, als het om Nederlandse banken gaat, zouden moeten kunnen optreden. Dus ik kan dat type garantie, hoe graag ik het ook nu zou willen toezeggen, niet doen. Dat heeft namelijk te maken met het karakter van de crisismaatregelen. Meneer Van Dijk. Oké, maar even ervan uitgaande dat er zich niet opeens een hele nieuwe crisis voordoet, kunnen we wel zeggen van die 201 miljard is het absolute plafond. Want zoals ik al zei, wij houden ons hart vast straks met de BankenUnie. Daar wordt natuurlijk weer heel veel geld, heel veel miljarden naar die banken in Zuid-Europa gestuurd. En dat plafond dat zou wel eens heel snel losgelaten kunnen worden. Een andere vraag, hoe staat het met de garanties van Nederland ten opzichte van andere landen? Want ik lees een artikel, Nederland staat inmiddels voor 35% BBP garant voor andere landen, andere banken straks. Maar Duitsland, voor Duitsland is dat bijvoorbeeld maar 24%, voor Finland ook. Ik lees zelfs voor Frankrijk 4,7%. Dus kunt u ons een overzichtje geven van in hoeverre Nederland procentueel ten opzichte van zijn BBP garant staat voor andere landen, andere banken ten opzichte van andere landen in de eurozone? De minister. Voorzitter, het is moeilijk voor mij deze vraag te beantwoorden omdat ik hem niet begrijp. Als het gaat om in hoeverre draagt Nederland bij in de garant staan voor het ESM, het crisisfonds, dan is dat bekend. Het is een vast percentage. Ik zeg nu uit mijn hoofd 6%. Dat is gewoon afhankelijk van de grootte van de economie van landen. Garant staan voor banken van andere landen doen we niet. Dus ik zoek naar wat de heer Van Dijk bedoelt. Wij staan niet garant voor banken in andere landen. Nee, maar we staan wel garant met het ESM als noodfonds om banken, landen straks te ondersteunen. En dat doen we al. Met andere woorden, 201 miljard zoals de Algemene Rekenkamer ons voorrekende, betekent 35% van ons BBP dat wij garant staan voor crisisgerelateerde opvang van andere landen en straks ook andere banken. De vraag is, in hoeverre staat Duitsland ook voor 35% van zijn BBP en Frankrijk en andere eurolanden garant in die noodfondsen om als vangnet te fungeren voor andere landen en straks andere banken? De mate waarin eurozone landen garant staan voor Europese noodfondsen, en Europa breed ligt dat weer anders, maar de bulk zijn natuurlijk de euro-noodfondsen, is gewoon gerelateerd aan de omvang van de economie van landen. Dus dat is het percentage wat ik u net noemde. En dat zal dus voor Duitsland. Duitsland is ongeveer een kwart. Dus in de Duitse politiek wordt altijd gezegd, ja, wij betalen voor een kwart de rekening. Dat is ook niet waar. Hetzelfde type argumentatie die de heer Van Dijk gebruikt. Een garantstelling, daarmee betaal je niet. Het is geen uitgave. Dus het zijn onvergelijkbare grootheden. Een garantstelling, je staat garant voor het geval het ESM in problemen zou komen, doordat leningen aan, en dat zijn er veel verschillende, aan veel verschillende landen niet terugbetaald zouden worden. Dat is echt wat anders dan een uitgave. Maar nogmaals, ik begrijp niet wat u bedoelt met dat Nederland veel meer garant zou staan dan Duitsland. Want ik kan het niet herleiden waar het over gaat. En met uw betoog.